Gewoon iets meer naar voren. Kom, kom met je hand. Nee, nee. Kom, Bradley! Kom op, okay, zeg! Oké, stop! Hou even. Dit is zo eng. Ja, I know. Jongens, hier zit iets in wat echt fantastisch, ongelooflijk, extravagant leuk is. Jullie mogen aan beide kanten gaan staan, niet naar binnen gaan kijken natuurlijk. Dus hand voor je houden terwijl je hem erin steekt. En ik ga dat de mensen thuis... Annie. En ik ga de mensen thuis laten zien wat erin zit. Je maakt ons echt bang met zo'n blik, hè? Goed. Ja, ik zie ook echt die gezichten daar. Jullie mogen gaan. Jullie mogen allebei een hand in het gat steken. Nee, nee. Allebei een hand. Als dat nee, Bradley! Dat heeft toch geen zin van tevoren. Hou nou op. Oh, ja. Jullie mogen me gaan omschrijven. Nee, jullie mogen me gaan omschrijven wat je voelt. Wat er gebeurt. Wat voor sensatie. Oké, jongens, in 3, 2... Oké, wel tegelijk, hand hè? Erin. Ik ben het erin! 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 Nee, stop! Erin. Je moet erin! Ga, ik wil niet alleen. Ik vind het echt leuk. Nee. Ik vind het echt heel erg. Het beweegt. Je moet voelen! Stop! Het beweegt niet, hè? Jawel, nee. Oh my god. Pak het gewoon. Je moet het gewoon voelen. Je moet denken, Bradley, dit is niks wat je dood kan maken. Ja, maar dag. Je gaat het straks naar me toe gooien. Als jij er voor gaat staan. Ik durf het echt niet. Ik ben echt een pussy. Oké, nee, je mag niet kan het ook. Oh, hè? De regen. Ik moet bijna kotsen, sorry. Nee! Het zijn geesten. Het zijn maden. Het zijn maden. Het zijn fucking maden. Het is veel te groot voor maden, toch? Oh my god. Wat is het? Het beweegt echt. Of het trilt of zo. Het zijn sowieso beesten. Probeer een beetje goed. Ik vind het echt doodeng. Ik haat insecten. Wow! Het zijn fucking maden. Nee, want jullie voelen niet goed waar het echt om gaat. I swear to voelen. Fucking je voelt God. Niet goed waar het echt om gaat. Jullie hebben het nog niet goed. Hier, Bradley, wil je er een? Ik kan nee, het niet. Nee, het mag er niet uit. Bradley, hand erin nu. Doe het nou. Nu mag jij. Angsten overwinnen, Bradley. Daarvoor zijn we hier. Gewoon iets één meer keer naar voren. Kom met je hand. Nee, nee. Kom, Bradley. Kom op, okay, zeg. Oké, stop. Hou even. Het heeft mij! Je moet met je hand erin! Hoezo erin? Ligt het aan de onderkant? Nee! Het is een bakje. Bradley, je hebt het nog niet aangeraakt! Ga je hand verder in en in één keer naar beneden. Wat wil je dat doen? Oké. Ik dacht, Fear Factor is zo niks voor mij dit. Ademen, blijven ademen. Gewoon erin. Wil je letterlijk dat ik je een handje help of niet? Ik ga gewoon. Het zijn fucking maden! Het zijn. Oh my god! Wat? Oh my god! Het zijn geen maden, wat zijn dit? Weet je waarom ik in shock ben, jongens? Volgens mij, kijk, oké, het zijn maden, ja, shock. Meelwormen, heel goed gedaan. Het zijn meelwormen. Maar kijk, ik ga gewoon eventjes laten zien wat zeg maar, de situatie is. Wat? Het zijn dus allemaal kleine beestjes en daarin hebben we grotere gedaan. Het stinkt ook zo. Maar ik heb dus het gevoel dat die grotere een aantal zijn opgegeten door die kleintjes. Ja, want je zit hierin eten. Je ziet echt halve van die grote liggen. Het is disgusting. Kijk, daar... Oh my god, je ziet gewoon letterlijk... Je wil niet weten hoe het ruikt. Ruik aan mijn vinger. Nee, het zit halve. Waar ruikt het?